Vandaag twee gasten zelfs in de lunchbreak. Peter van der Wielen, de baas van Sanidump. En Nina van Stijn, programmamaker. Ja. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Peter, het is een bijzondere dag voor jou. Vandaag. Ja, een hele spannende dag. Ik ben niet snel zenuwachtig, maar mijn dochter die is vandaag uitgerekend. Dus dat is spannender dan dit. Ja. Heb je dan, staat je telefoon dan nog aan? Hij staat wel op trillen, ja. Ja. Maar niet dat het uitmaakt, want het zal nog wel even duren. Maar, hoe beleef je dat? Als je op zo'n jonge leeftijd, tenminste, voor jou is een oude man natuurlijk. Maar ik vind hem best wel jong. Ja, dit is heel raar. Als je eigen vrouw gaat bevallen voor je eigen kind, dan gaat dat gewoon gaan naar je werk. En dan denk je, het zal wel gebeuren. En we zien wel. En nu gaat je eigen kind bevallen. En kan je wakker van liggen. Ja. En vooral als je kind dan een opmerking maakt. Ja, ik ben van de week mijn man nog even naar het gemeentehuis gestuurd. Om te vertellen, om dat kind te erkennen. Want ze zeggen, als er nou wat gebeurt bij de bevalling. Als ik nou dood ga bij de bevalling, dan dat is gezeur die achteraf. Dus, nou, zo gaat het. Dat is niet leuk. Jij bent programmamaker en vlogger. Dat is iets wat iedereen die jong is tegenwoordig ongeveer wil worden. Maar hoe is het om het te zijn? Ja, ik vind het heel leuk, want het is gewoon mijn droombaan. Ik mag gewoon zoveel mensen ontmoeten, naar plekken komen en dat vastleggen. Dus leuk. Vooral doen. Nou, ben je ook zelfstandig ondernemer? Is dat een bewuste keuze geweest? Of dat een soort van noodzaak als je in dit vak zit? Ik denk wel beide. Want ik zat op school en ik heb er toen voor gekozen om hier mijn werk van te maken. Want ik rolde daar een beetje in. Maar inderdaad, als je gewoon opdrachten binnen wilt halen, is het handigst om dat als zelfstandige te doen. En heb je ooit voor een baas gewerkt? Bij de bakker. En zou je het kunnen? Kan je überhaupt? Dus dat is ook een soort van generatiekwestie. Bij jou werken ook veel jonge mensen, hè? Heel veel, ja. Maar het principe van dat je naar iemand anders moet luisteren omdat hij een soort van hoger in rang staat, dat wordt steeds minder belangrijk, lijkt wel. Nou, ik denk inderdaad, het is wel populairder om voor jezelf te beginnen. En om mensen durven wat meer risico te nemen, denk ik ook. Maar ik heb wel bijvoorbeeld ook andere vriendinnen die echt zeggen, ik ga dat echt niet doen. En hoe zie jij die verandering zich voltrekken? Nee, ik denk dat heel veel mensen, wat je zegt, gewoon niet durven. En nog niet aandurven. Maar er liggen zoveel kansen. Dus ja, wat jij zegt, ja, je gaat gewoon proberen. En we zien wel het schip strandt. En je ziet wel dat een oudere generatie inderdaad, van als je boven de 40 gaat, dat die zegt, ik blijf voor een baas werken en ik vind het prima zo. En ik hou het allemaal vol. En die jongeren, die zijn constant aan het trekken, aan het proberen. Ja, Peter, kan ik niet ergens een winkeltje beginnen? Kunnen we niet, waar is nog plek? En zelfs zo gek dat mensen ook zeggen, joh, ik zou wel een winkel willen, desnoods verhuizen naar de andere kant van het land. Dus er gebeurt wel wat ten opzichte van 15 jaar geleden. En is het moeilijker geworden om jonge mensen aan te sturen? Nee, dat blijft altijd hetzelfde. Er zijn twee groepen jongeren. Dus de ene groep die is gewoon met zichzelf bezig en die is met stappen bezig. En hoe het ook hoort, hè, natuurlijk. En die verslapen zich en die denken, het komt allemaal wel goed. En er zitten een paar hele slimme jongens tussen die denken, nou, ik ga hier mijn kans wel pakken. En die zie je gelijk bovenuit schieten. En dat is het mooie van ons bedrijf. Dan heb je, omdat we zo groot zijn, heb je gewoon hele makkelijke kansen. Of hele makkelijke. Er zijn veel kansen, veel mogelijkheden om gewoon door te groeien. Van verkoper naar bedrijfsleider en ga zo maar door. Dus er zijn wel slimme jongens bij, gelukkig. Zullen we even gaan kijken naar iets wat je gemaakt hebt? Een klein fragmentje. Ik ben Kevin de Roos, eigenaar van Tante Nel. Ik ben Luc Verschaai en ik ben vaste gast bij Tante Nel. Beter een goede buur dan een verre vriend. Yo, Kev. Hey, jongen. En ik ben er ook. Oh jee. Toen ik hier binnenstapte en ik wilde dus een frikandelletje bestellen. En ik keek op de lijst en ik zag frikandel. Ja, dan raak je me diep in mijn hart. Ik heb een keer een frikandellenwedstrijd gewonnen. In een kwartier had ik er 18 op.
En de tegenstander had er 16 op. Dus dan heb je gewonnen. Top, twee meer dan de andere. Gefeliciteerd. Dankjewel. Er waren ook toen destijds geen frikandel, maar het zegt wel iets over mijn voorliefde voor frikandel. Dus. We hebben hier met een expert te maken. Absoluut, absoluut. En verder, op welke dagen kom je hier nou het allerliefst? Ik vind vrijdag ook wel lekker. Dan heb je bijna weekend. Vrijdag ben ik zelf tot wat later open, dus dan eet ik vaak ook even in de zaak. En dan haal ik even wat. Mijn hart gaat sneller kloppen van de frikandel. Dan kan ik me echt, vind ik van mezelf, best wel in andere mensen verplaatsen. Maar mensen die frikandellen echt, dat is zo vies. Vind je dat vies? Meen je dat? Ik vind dat wel heel lekker. Ja? Frikandel speciaal, oh ja. Is dit, we zien een fragment uit een serie die je voor Reur aan het maken bent. Ja, klopt. En wat is de bedoeling? Eigenlijk willen we gewoon laten, kijk, de horeca brengt sfeer in de stad. En ik denk dat we dat allemaal wel hebben geleerd nu tijdens de corona. Dat we dat echt hebben gemist, de horeca. En dat, dat doet wat met je en dat heb je nodig. Dus dat is zo belangrijk om hun ook een te laten zien in de media. Van ja, zij zijn de sfeermakers van de stad. En dat willen we laten zien. Ook de persoonlijke band daarin. Dus die eigenaar doet dat met, weet je wel, heel zijn ziel legt hierin. En dat zie je terug bij de gasten. Dat vind ik heel mooi eraan. En dat is het mooie van programma's maken en vlogs maken. Dat je die emotie dat vind ik in beeld kan brengen, als het ware. Dat is een moeilijk vak eigenlijk, hè? Ja, heel. Ja. Maar wel heel, daarom vind ik het zo leuk om te doen. Omdat je echt verhalen kan vertellen die er in jouw ogen toe doen. Ja, over een verhaal gesproken. Lisa, dat is je dochter, hè? Die zegt, alles is nog onder controle, papa. Nou, dat is een fijne gedachte. Hou ons op de hoogte als die weeën beginnen. Ja. Dan gaan we gewoon live laten merken. Maar weet je of het een jongen of een meisje is? Jongetje, ja. En de naam weet je al? Nee. Een beetje. Ja, dat weet je wel, maar die mag niet zeggen. Peter Junior. Nee, nee, ik weet niet. Kende jij Sandy Dump? Nou, wel van naam. Van de reclames, denk ik. Nou ja, dat is eigenlijk alles wat je met zo'n reclame beoogt natuurlijk. Ja. Zullen we even kijken naar de reclame die waarschijnlijk maakte dat jij die naam kent? Ik ben benieuwd. Heeft u niet zoveel geld als Donald Trump? Koop dan uw badkamers en tegels bij Sanidump. Ja, Mario Been spreekt dat in, maar er zit nog een bijzonder verhaal aan vast. Goeie vriend van me, Mario. Eigenlijk doet golven. En, hij heeft wel een iets hogere handicap dan jij, geloof ik, hè? Ja, iets lager eigenlijk, ja. Ja. Hij is erg goed, erg goed. We moeten ook wel als sportman natuurlijk. En, maar op een dag zijn we gaan golven en ik moest eigenlijk een radioclipje opnemen bij Radio Rijnmond. Ik zeg, Mario, wil jij dat dan niet doen? Want het is natuurlijk toch een bekende naam voor spotjes om de voetbalwedstrijden heen. Dat is altijd leuk. En we komen in de studio. Hij zegt, geen probleem, we rijden naar de studio. Hij zegt, Peter, wat moet ik zeggen? Ik zeg, ja, Peter, je hebt wel wat voorbereid. Nee, sorry, we hebben niks voorbereid. Dus hij zei eigenlijk, ik denk dat Trump een beetje net die tijd elke dag in het nieuws was. Dus hij zegt in één keer, al ben je niet zo rijk als Donald Trump, koop dan je sanitair bij Sanidump. Nou, en toen hebben we nog 5, 6... Dit is echt leuk. Ja, toen hebben we nog 5, 6, 7, 8 dingetjes opgenomen, maar het was het allemaal niet. En iedereen die erbij zat, die zei, ja, stop maar jongens, ga maar lekker golven, want we gebruiken die eerste. Nou, zo was het gebeurd. En die loopt nog steeds, hè, die reclame? Loopt nog steeds, ja. Ja. Hoe kom je nou, jij bent een levensgenieter, dat ben je waarschijnlijk je hele leven al. Ja. Hoe kom je dan als jonge gozer in het sanitair en de tegels terecht? Ja, dus ben ik ingegroeid. Familie van mij had een groothandel in het sanitair. En daar ben ik eigenlijk begonnen met magazijn te vegen. En voor mij liep een jongen, die was dan een jaar eerder begonnen. Een goede vriend van me, Ron Kantus. En die ging dan van het vegen af en die mocht dan de vakken gaan vullen. En toen ging ik vegen, daarna ging ik zijn vakken vullen, mocht hij naar kantoor. Ik ben hem blijven volgen. En hij is toen na verloop van tijd, na wat omzwervingen als vertegenwoordiger, ben ik bij hem terechtgekomen. Toen waren ze Sanidump begonnen. Ik denk, nou, dan volgen we het maar gewoon. Zo is het eigenlijk gegaan. Ja. En in 2002 ben je toen echt helemaal ingestapt? Zeg ik het zo goed? Ja, klopt. Ja. Maar waar is dan nu die man die je hebt gevolgd? Die is, die is helaas... Nee, die werkt nog bij ons, maar die is wel gestopt. Als aandeelhouder is gestopt. En die is nu... hij vond het eigenlijk zo leuk. Dus dat is, geeft al aan hoe mooi het bedrijf is. Dat hij dacht van, nou, ik ga toch weer terug. En die heeft nou één winkel, een eigen winkel, een franchise winkel.
in Zaltbommel. Denk een van de grootste samenwinkels van het land. Dan ben, ik zie dan je ogen gaan glinsteren. Ja. Dit zijn dan die verhalen, ja, die emoties waar je op zoek bent. Ja. Dat je zo loopt te vegen en zo ben je directeur van een... Ja, dat is toch vet? Ik vind dat heel vet. Ja. Ja. En jij zegt in de familie, zat het in jullie gezin? Of? Nee, een oom van me die had een sanitair groothandel. In Rotterdam. En ik moest er wat verdienen in het weekend, want ik mijn levens genieten. Ik had geld nodig, ik moest de stad in, dus ik moest gaan werken. En, eigenlijk, ik heb het altijd leuk gevonden, ik ben er ook nooit meer uit geweest. En uit wat voor gezin kom je zelf dan? Heel ander gezin. Mijn vader is altijd leraar geweest op de Erasmus. Organisatiekunde heeft hij altijd gegeven, dus dat is een hele andere tak. Niks met commercie te maken. En, is er, ja, de, leraar, universiteit, dan ben je hoogleraar. Ja, ja. Dus dat heeft niks met mij te maken. Ik was het domste jongetje van thuis. En ik vond alles moeilijk. Ik vond mijn MAVO moeilijk, maar toch altijd doorgegaan. En uiteindelijk zie je dat je, als je gewoon net een stapje harder werkt dan de rest, en dat zijn de simpele dingen, dan moet het kunnen. Heb je achteraf, speelt die vraag voor jou nog, hoe komt het dan dat je nu zo succesvol bent en dat op school niet was? Pas je dan gewoon niet in een systeem? Of wat, dat heeft niks de manier met van leren, denk ik. Dus ik ben meer van het doen. En gewoon met mensen praten en daar beter van worden. Dus niet zelf dingen beslissen, maar met z'n allen praten. En hoe je dingen eruit halen. Hoe reageerde jouw vader daar dan op? Wat, moet ik me dat voorstellen als een beetje een erudiet gezin met grote boekenkasten en altijd heel lezen? Heel veel boekenkasten, maar nooit iets gezegd dat ik moest gaan leren of moest gaan studeren. En ik dacht altijd dat hij dacht van, het is te moeilijk voor je, dus ga jij maar lekker, ga je gang, we zien wel wat er gebeurt. Maar achteraf vond hij het ook wel heel erg leuk. Omdat hij dan toch de commerciële dingen ziet die hij eigenlijk zelf ook graag had willen doen. Dus toch, ja? dan heb je als je jong bent, kijk je er toch anders naar. Oh ja? Hoe kijk jij daar dan naar? Nou, ik vraag me af hoe jij dan voor je gevoel denkt dat je zo succesvol bent geworden. Is dat dan op je kennis, op je... Je bent niet per se goed in leren, zeg je, maar ben je dan heel goed in met mensen omgaan en zo? Ik denk dat wel daar mijn kracht ligt. Ja. Dus gewoon iedereen bij elkaar zien te houden. En zorgen dat we het met z'n allen doen. Ik doe het niet, ik kan het niet alleen. Ik heb heel veel mensen nodig. Je moet het met z'n allen doen. Je moet ook met z'n allen graag naar een zaak gaan. Ik heb liever dat mensen zeggen, joh, ga ergens anders werken. Als je het niet naar je zin hebt, probeer het ergens anders. Ja. En als je op een goede manier weggaat, kan je ook altijd weer op een goede manier terugkomen. En daar moet wel je kracht zitten. Dus iedereen moet voor je willen werken. Ja, dat en anders is het niet te doen. En zeker in de bedrijven als ons. Want wij werken natuurlijk allemaal geleerde mensen. Die zijn niet allemaal universitair opgeleid. Het zijn allemaal gewone jongens van de straat. We hebben het liefst een taxichauffeur, iemand die achter de bar staat, of nog liever hele jonge mensen die je gewoon kan kneden. En als die mensen zich gewoon thuis gaan voelen, ik krijg gelukkig nog elke dag of elke week berichtjes of jongens aan tafel die zeggen, Peet, wat er ook gebeurt, ik ga niet meer weg bij je. Nou, dat is dat. En dan kan je het bedrijf beter maken. Ja, ja. 41 winkels hebben jullie nu? Eigenlijk 42, maar de 42ste is in Curaçao. 41 hier. En jullie zijn nog lang niet uitgegroeid, zeg je wel eens? Nee, eigenlijk de visie is dat we eigenlijk 2 tot 3 winkels per jaar erbij willen. En dat doen we eigenlijk ook al jaren, dus er liggen nu weer plannen. We zijn vorige maand open gegaan in Alkmaar. Kop van Noord-Holland hadden we nog niet, dus hebben we ook afgedekt. We willen natuurlijk een landelijke dekking hebben. En 2 tot 3 winkels, meer kunnen we eigenlijk ook niet aan, omdat we te lang nodig hebben om mensen op te leiden. En wat is het plafond dan? Of zitten jullie er zo niet in? Nee, zo zitten wij niet in de wedstrijd. Nee. En blijft het bij, je zegt Curaçao, en blijft het verder bij Nederland en die ene winkel daar? Of? Yep. We zijn wel in België bezig en dat gaat gelukkig goed. Het is wel een hele andere markt, maar dat gaat goed. In andere landen is voor ons denk ik te lastig. Als je naar Duitsland gaat, dan hebben ze een hele andere manier van werken. De consument die reageert heel anders. Je hebt ander soort winkels en we weten niet of dat concept er zo tussen past. Wat is er eigenlijk leuk aan groeien? De uitdaging. Om toch iedere keer weer die nieuwe winkel neer te zetten. En het geloof mij, het is elke dag spannend. En zeker de eerste weken. Of dat er een land bij je winkel komt. Maar is het nou niet zo dat van winkel 2 naar winkel 3 en van 11 naar 12... dat veel spannender is als van 41 naar 42 en straks van 100 naar 101? Ik denk dat het makkelijker gaat. Omdat je hebt een draaiboek, dus een winkel is eigenlijk makkelijker neergezet. Er zijn andere mensen heel hard mee aan het werk. En vroeger deed dat eigenlijk zelf. Dus het is makkelijker om een winkel neer te zetten, maar de spanning blijft. Dus je weet natuurlijk nooit of het aanslaat of consumenten daar naartoe komen. Dus de spanning blijft altijd. En hoe kijk jij aan tegen groei? Want jij bent van een generatie die het eigenlijk een beetje moet matigen. Nou,
ja, ik ben zelf denk ik gewoon heel ambitieus wel. Ik wil gewoon altijd doorgaan, maar omdat ik... Wat ik zei aan het begin, vroeg je, hoe noem jij jezelf? Dan zeg ik programmamaakster, omdat ik gewoon dat is gewoon mijn doel. Daar werk ik gewoon naartoe. En ik vind gewoon, wij zijn nog jong, dus hou eruit wat erin zit en ga ervoor. Komt een vraag over Curaçao. Je kan trouwens meedoen, hè, op www.reur.nl. En als je via Facebook naar ons kijkt, kan je gewoon daar reageren. Je vragen stellen aan Nina en Peter. En we geven ook wat weg. Laat jij hem even zien? De Bluetooth speaker. Lekker voor onder de douche. Ja. Iets hoog houden, alsjeblieft. Ja. En die plak je zo op je... Op tegeltje. Ja. Beetje op spuren. Leuk. Tegeltje. Is ook een generatie ding. Want ik kan me niet voor. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit naar muziek luisterde onder de douche. Okay. Maar jullie allemaal, hè? Ja. Iedereen. Ja. Maar ga je dan zingen onder de douche? Nou ja. muziek maken. Ja, laten we het niet te intiem maken. Maar een vraag over Curaçao staat er op het bord. Oh, Raoul vraagt. Waarom hebben jullie specifiek voor Curaçao gekozen dan? Ja, dat is meer toeval geweest. We hadden een jongen die werkte vroeger bij ons en die was het eigenlijk zat in Nederland. En die denkt, ga verhuizen naar Curaçao, ga emigreren. Die heeft een paar jaar op Curaçao gewoond en is gaan twijfelen, terug naar Nederland gekomen. Net zoals veel mensen, gewoon weer netjes teruggekomen bij de Sanidum, weer gaan werken. En na een jaar zei hij, ja Peter, ik wil weer terug. Ik kan hier niet uit in Nederland, dus ik wil naar Curaçao. Maar ik wilde wel bij Sanidum blijven, ja. Dus dan beginnen we daar een winkel. Ja. En die staat er. Worden veel vragen gesteld over corona. In hoeverre beïnvloedt het jouw werk? Heel erg. Ik begon eindelijk lekker te verdienen. En toen kwam corona. En nu, ik had geluk dat ik een soort stage aan ben gaan bij Rijnmond. Omdat ik gewoon wilde leren. En ik heb nooit een opleiding gehad. Dus ik dacht, dit is wel gewoon een goede kans. Toen kwam corona. Dus ik heb wel geluk dat ik nog veel heb kunnen doen. Maar niet, ik doe heel veel in de horeca ook. Dat kan gewoon niet. Maar het begint wel weer te rollen, trouwens. Gelukkig. En hoe komt dat dan? Het is weer wat soepeler, denk ik, de maatregelen. En mensen houden zich er minder aan. Ja, misschien wel. Hoe zit het met jezelf? Want dat is ook volgens mij een beetje een generatie dingetje, hè? Je bent natuurlijk lang geen risico. Nee, maar dat is toch zo? Als je geen risicogroep bent, dan zit je daar toch anders in? Ik heb bijvoorbeeld 4 hele goede vriendinnen. We zijn altijd met z'n 5 en we zien elkaar nog gewoon. En dan hebben we wel eens een keer gehad dat we thuis zaten, was er iemand jarig, waren gewoon met z'n 5. En dat er wel gebeld werd en de politie binnenkwam. Ja, ja. Maar ja, dat waren buren die... Jullie verlinkten. Ja, precies. Maar onder elkaar zitten jullie niet op 1,5 meter, neem ik aan. Nou, met die vriendinnen niet, nee. En er komt steeds meer kritiek op die maatregelen. Ook vanuit jongeren die zeggen, ja, als het nou zo'n probleem is, laat dan gewoon die ouwtjes thuis blijven en laat ons gewoon ons ding doen. Ja, maar ik denk dat ik een beetje anders erin sta, want ik heb gewoon zoiets, we kunnen ons beter nog maar even aan die maatregelen houden en dan dat we nooit meer terugkomen in zo'n lockdown. Ja. Mij maakt het allemaal niet, ik heb een burn-out gehad, ik heb 3 jaar thuis gezeten, toen kon ik ook niks doen, dus ja, waarom dan niet nu ook even wachten tot we straks weer met z'n allen wat kunnen doen? En hoe kwam dat dan? Die burn-out? Ja? Ja, ik ben diep van binnen gewoon iemand die altijd bezig wil zijn en dingen wil doen en het nooit genoeg is. En dat sloeg een beetje door. Ik nam geen rust. Ik vond een film kijken saai. Ik sliep niet. Of weinig bedoel ik, sliep wel. En ik ging altijd maar door en door en door. En ik nam gewoon letterlijk geen rust. Ik rende van de ene plek naar de andere, van de ene vriendengroep naar de andere. Allemaal leuke dingen. En ik dacht, dat kan gewoon. Maar ja, dat kost ook energie. En dat had ik helemaal niet beseft. En wat heb je eraan gedaan? Nou, ik moest gewoon thuis zitten. Want ik kon letterlijk dit zo, een glas optillen. Dat was al te zwaar. Een eten en wat doorslikken, dat was... Ik voelde gewoon, mijn lichaam kon dat gewoon niet aan. Ja, dat was heel raar. Dus ik heb gewoon uitgerust. En daarna leren hoe je met energie om moet gaan. En wat energie is. Ik had daar gewoon geen verstand van. Nu wel. En is dat iets wat altijd bij je blijft of iets wat je afsluit en nooit meer terugziet? Nee, het blijft wel bij je. Want ik ben nog steeds. Ik merk nog steeds dat ik 1 keer per kwartaal dat ik wel even merk dat ik even een weekje rustig moet doen. Omdat ik nog steeds dus sneller over mijn grenzen heen ga en maar door blijf gaan.
Dus daar, ik moet daar heel mijn leven op blijven letten. Maar ik heb niet meer specifiek last van dingen. En jij, Peet? Jij hebt natuurlijk ook je hele leven lang gerend en gevlogen. Ik krijg wel het andersom. Dus als ik op vakantie ga, krijg ik hoofdpijn en dan stort ik in. Dus het enige wat ik doe, is gewoon altijd leuke dingen doen. Dus dat is het enige, hard werken. En bij mij maakt het niet uit hoe lang de dagen zijn, hoe lang ik slaap. Maar ik moet wel tussendoor leuke dingen doen, anders hou ik het niet vol. Ja. En dat iedereen moet het op zijn eigen manier doen, want ik hoop niet dat ik het uit meemaak. Nee, inderdaad. Je moet echt je eigen manier vinden van hoe je met balans of zo in je leven hebt. En is het dan zo dat je... Dan ga je al met een bezwaard gevoel op vakantie? Of hoe zit dat dan? Twee dagen, drie dagen aspirintjes. En dan ben je kwijt. En dan zakt het weg, ja. En dat is gewoon afkikken, zoals je afkikt van koffie of een spanning sigaretten? Komt eruit. Ja, precies hetzelfde. Ja. Ja, altijd, elk jaar. Ja. Zo, bijzonder. Dat kan niet kwaad. Jamie vraagt, wat voor programma zou jij het liefst willen maken? Ik hou heel erg van programma's die er dus in mijn ogen toe doen. En ik ben nu bezig voor de VN Vluchtelingenorganisatie. Dat vind ik heel vet. Maar ik ben ook heel erg geïnteresseerd in spiritualiteit. Dus dat vind ik ook leuke thema's. In ieder geval dingen die met mensen te maken hebben. En dat er een beetje vooroordelen in de wereld weg kan halen. Ik las gisteravond ergens dat je in Kenia bent geweest. Daar heb je gewerkt. Ja. En dat was toen... Het mooiste wat je in je leven had meegemaakt. Ik weet niet of er inmiddels wat bij is gekomen. Wanneer was het? 2 jaar geleden of zo. En wat was er zo mooi? Nou, het was gewoon heel vet. Het was gewoon zo bijzonder en het was zo en bizar. Je komt gewoon in een totaal andere wereld. En daarna kwam ik terug met Mathilde, waren we samen gegaan, die ook hotspotters maakt. En dan kwamen we terug en dan gingen we de volgende dag in een restaurantje vloggen. En dan voelden we ons gewoon schuldig dat je zegt, wij gaan nu gewoon gratis eten. Weet je wel, voor een leuke video, dan denk je, daarom wil ik ook dus video's maken met wat meer diepgang, omdat dat ertoe doet. En natuurlijk vermaak is ook leuk, maar... Ja. Ben jij een reiziger? Ja, wel een reiziger, ja. Ik kom graag in Spanje, ook door de golf. Maar ik vind het wel fijn, ja. Dus dat zijn de leuke dingen die je moet blijven doen. Een andere Peter vraagt, houden jullie klanten zich aan de maatregelen in de winkels? Gelukkig heel veel wel. Maar het blijft soms moeilijk. Sommige mensen die hebben totaal geen respect voor of oudere mensen of voor andere mensen of voor collega's. Het moet gewoon verteld worden en dan de badkamer minder is ook goed. Maar als je bij ons naar de winkel komt, moet je gewoon een veilig gevoel hebben, zorgzaam kunnen winkelen, netjes geholpen worden. Je kan alle tijd nemen, je kan zo lang blijven als je wil. En mensen die er echt niks mee hebben, dan moeten we het gewoon vertellen. Ja. Er staan extra mensen voor die winkels toch ook? Ja, we zijn nu aan het zoeken naar, we hebben ze nog niet allemaal gevonden, maar naar dames die bij de voordeur staan. En dames die bij de voordeur staan? Ja, eigenlijk een soort gastvrouw die mensen gewoon kunnen ontvangen, welkom heten. En gewoon netjes de regeltjes even vertellen wat we doen, even de handen schoonmaken. En met die mensen of een afspraak inplannen, bakje koffie inschenken, rond laten lopen. Dus dat is een hartstikke leuk werk. Ja, en wat moet je doen als je daar, hoeveel zoek je er nog? Ik denk nog wel een stuk of 10. Maar ja, door het hele land natuurlijk. Ja. Moet ik een vlog maken? Een soort pro? Ja, geweldig. Ja, gaan we doen. Ja. Daar gaat ook nog een vraag over. Jeffrey vraagt, vind je het wel eens eng om te vloggen in het openbaar? Nee. Omdat of geniet je er eigenlijk van als mensen naar kijken? Nee, dat ook niet. Ik kan wel soms een beetje zenuwachtig zijn als ik iemand moet interviewen. Of ik voel altijd eerst even de vibe aan, dan loop ik even 10 minuten langs. En dan denk ik, ja, nee, nu kan het. Dus nee. Ja, ik schaam me niet zo snel. Ik denk dat het is. Peter Eilerbrecht vraagt, nou, allemaal mooi Peter, maar kan ik dan misschien een Sani dumpje openen in Marbella? Het wordt aan gewerkt, maar het is te laat. Ralf Embrechts zegt, die kijkt vanuit Brabant, die tegeltjes spatten van de muur af met het enthousiasme van Peter. Mooie ondernemer. Wim Noord zei, leuke gasten, goed verhaal. Nooit achter Sanidumpen gezocht. Mooi rolmodel voor de jeugd. Nou, het wordt allemaal steeds gekker, jongens. Marit, ervaren jullie veel concurrentie in jullie branche van online verkoop? Ja, alleen dat is het heel eigenlijk een ander soort klanten. Dus online worden... vaak de losse artikelen verkocht. Dus een nieuwe keukenkraan, die kopen ze heel vaak op het internet. Alleen zodra je een samengesteld product hebt, dus gewoon een complete badkamer, dan verlangen mensen nu gewoon echt van een goed advies. 3D-tekeningen.
De mensen moeten veel beter geholpen worden. Nemen er veel meer de tijd voor. En dat kan je eigenlijk niet op internet uitzoeken. Het zijn allemaal losse artikeltjes, losse merken. Er moet bij geholpen worden. Dus gelukkig blijft dat buiten het internet. Dus de tijd van het gaat alleen maar om die prijs en je probeert nog 500 van je keuken af te halen? Het is zo erg veranderd. Wij kunnen in principe nu de afspraken niet meer aan. Omdat gewoon als dat eenmaal gaat lopen, dat mensen het goede gevoel hebben in je winkel. Ze zijn niet bang om naar je winkel te gaan. Dan vertel je tegen de buren. Je wordt op een leuke manier geholpen en niemand hoeft te kopen. We willen graag mensen helpen met een mooie badkamer. Die verkoop die komt echt wel. Als je groot bent en als de prijzen goed zijn, komt het. Hoe kan dat, hè? Het gaat om het voortraject. Vind je een bijzondere verandering? Ja, maar wel leuk. Ja. Gewoon wat meer verbinding met elkaar. Ja. Kan niet anders. Maar dat is eigenlijk tegengesteld aan de beweging die je mensen altijd lijkt te horen maken. Ja. Maar het is nodig, hè, tegenwoordig. Nou goed. En daar, dat vraagt natuurlijk ook weer wat van die verkopers. Ja, dat gaat niet om mensen voor zoveel mogelijk geld iets te verkopen. Nee. Dus het gaat erom dat de klant zo goed helpen dat hij eigenlijk nergens niet om je heen kan. En tegelijkertijd garanderen jullie de beste kwaliteit voor de laagste prijs. Maar hoe kan dat dan? Gewoon je assortiment beperkt houden, alleen je aanmerken houden, groot in blijven kopen en goede afspraken maken met de fabrikanten. En dat is in Nederland een beetje aan de hand. Dat ieder groot aanmerk, die heeft last van internet. Dus mensen, ze verdwijnen uit de winkels. Maar als ze uit de winkels verdwijnen, verdwijnen ze uit het straatbeeld. Dan gaat op een gegeven moment, wordt het internet ook minder. De mensen hebben het niet gezien. Dus je moet gewoon goede afspraken maken. Samenwerken met je fabrikanten. Zorgen dat je die merken in je winkel uit. En dat is voor hun belangrijk, want we kopen het ook op internet. En wij hebben daardoor betere prijzen, waardoor wij gewoon de mogelijkheid hebben om het gewoon in de winkel Als die veranderingen dan gaande zijn, dan moet je daar heel erg op inspelen. Onder andere in het opleiden van je mensen. Ja. Dat hebben wij het wel eens over gehad. Ja. Dat vind jij leuk om zelf te doen, hè? Ja, vind ik het allerleukste dat er is. Ja. Ja. Dat hebben we 10 jaar geleden in gang gezet. Toen kwamen we twee jongens, met Koedam en Koedam, een bedrijf. En die doen bedrijven dan weer trainen voor de verkoop. Kwam mee in gesprek en dat klopte eigenlijk precies. En toen zei je toen al dat de wereld ging veranderen. Dus dat de wereld gaat veranderen van gewoon van verkoop naar gewoon voelen, zien, ruiken. Dus meer met gevoel. En toen zijn we mensen gaan trainen. Dat is heel moeilijk geweest, want iedereen verklaarde je dan voor gek natuurlijk. Ja. Nee, niet. Verkoopt die mensen die badkamer. Als die klant naar buiten gaat, dan krijg je nooit meer de kans. Nou, dat hebben we toen heel langzaam omgedraaid. En daar zijn we heel lang mee bezig geweest. Dus, en dat is eigenlijk het leukste wat er is. Ja, en dan sta je voor die groepen en die leg je dan uit inmiddels wat jullie eigenlijk willen. Hebben we eigenlijk een hoofd voor de hele academie. We hebben de Sanidump Academie. Daar kunnen mensen op allerlei manieren opgeleid worden. Dus de jongere mensen die beginnen met de basiskennis. Maar mensen die langer werken kunnen ook bepaalde cursussen krijgen. We hebben nu een hele cursus gemaakt. Echt heel erg knap voor de gastvrouwen. Omdat in het begin werd er gezegd, er kwam een klant binnen. En dan zei meneer, alsjeblieft even uw handen wassen. Ja, dat werkt niet. Hè. Die mensen zou je iets anders aan moeten spreken. En dat langzaam zie je dat veranderen. En dan zie je mensen met die glimlach naar binnen komen. In plaats van dat de klant al geïrriteerd is. Nou, die kan er zoveel mee doen. Ja, daar kan ik uren over praten. Ja, klinkt makkelijk allemaal. We hebben hele goede mensen voor het ogenblik. En dat is echt mooi om te zien hoe dat Je zei net ook, jongeren, die hebben gewoon een heel ander levensritme dan dat ik gewend was. Kan je dat nog even duiden, wat je toen bedoelde? Dat is gewoon heel moeilijk, maar de wereld wordt gewoon zo snel. De mensen die hebben het allemaal druk. Want jij zegt, ja, op een gegeven moment stort je in. Hè? Dus de mensen hebben hokjes. De mensen willen opstaan en van zo tot zo laat ga ik douchen en ontbijten. Dan ga ik van zo en zo laat ga ik werken. Dan ga ik sporten. Dan moet ik die vrienden nog zien. En die moet ik dat. Dus de agenda zit te vol. Herken je dat, Nina? Ja, het klopt wel. En daar is het wel druk. Daar is het zoveel moeilijker geworden. Ja, maar ook jij zegt ook, doordat je het allemaal in blokjes hakt en zoveel verschillend is. Dat was vroeger helemaal niet. Was het gewoon meer één leven? Vroeger werkten we met 10 man in de winkel. En dan eind van de dag gingen we de orders bespreken. En dan gingen we de klanten bespreken. En dan dronken we een biertje, soms wel één te veel. Maar dan zaten we daar. Het is bijna onmogelijk. Mensen komen naar de werk. En dus, ondanks dat ze het naar de zin hebben, gaan ze werken. En als het erop zit, om 5 uur erop zit, willen ze om 5:10 eigenlijk in de auto zitten. Want dan hebben ze het volgende punt op de agenda. En vroeger konden we toen overal over discussiëren en over praten. Ja. En dus het verandert zo. Gewoon wat gehaaster, denk ik dan. Inderdaad, als ik het zo hoor, dan denk ik, oh, lekker zo relaxed als je met z'n allen nog even... Ja. Ga je hier straks nog even koffie met z'n allen. Dat moet je wel op aanpassen. Dat zou je toch ook moeten veranderen. Heb je voor jezelf een beeld waar je over 5 jaar staat? Nee, echt totaal niet. Bij mij in de winkel?
Nou, je kan wel van die vlogs gaan. Ik voelde een beetje een... Dat vind ik heel leuk. Een connectie. Want hoe jij met alles omgaat, heel, dat vind ik echt doen. Interessant. Maar voor mezelf, ja, bij BNN. Ik heb nog één verplichting te gaan. Namelijk dat ik de winnaar voor de diner voor twee van Gastro Home. Heb je dat gevolgd? Ja, mooi. Initiatief van Robin Bravenboer. En dan ga je in je eigen huis hoogwaardig dineren met een online obergastheer, oberes, gastvrouw. Ja. Gastro Home. Huh? En dan zoeken ze muziek voor je uit. En dan gaat het zo de hele avond door. Zit je aan je eigen tafel 3,5 uur te dineren. Jan Dirk heeft het gedaan met Carola samen. Nee. Maar Els van Heekesen heeft die fantastische prijs gewonnen. Ben ik nog iets vergeten waarvan jullie zeggen dat wil ik wel graag kwijt? Het was mooi. Ja. Ik vond het echt hartstikke leuk met jullie. Ik wat ook, er ook verder nog tussen jullie gebeurt, zou ik hartstikke leuk vinden om te blijven volgen. En ik hoop dat je een geweldig kleinkind krijgt. Ja, dat heb ik ook, ja. En dat je ervan geniet. En Lisa, veel succes met die bevalling. Maak er wat moois van. Bedankt voor het kijken. Je was een fantastisch publiek. Dag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade en Jax.nl.